Tommy Bukoy, zojuist tegen Noordwijk gespeeld, 4-1 gewonnen. Voelt dat lekker om weer eens even te winnen? Ja, ik denk prima pot van onze kant ook. En ja, weer lekker om een keer te winnen. Ja, een beetje zelfvertrouwen doet dat wel. Ja, onder een nieuwe trainer, ook ja. Erik Meijers. Hoe bevalt de eerste week? Ja, goed. Ik denk dat we een prima trainingsweek achter de rug hebben. En ja, met z'n allen moeten we er gaan staan. En naar zaterdag toe, volgende week, is dat ja, een goede pot. Vandaag, ik denk dat we met z'n allen goed het veld in gingen, ja. Met z'n allen. En ja, een prima pot op de mat hebben gelegd. Wat voor indruk maakt hij op jou, de nieuwe trainer? Ja, goed, gedreven. Ja, wil één ding en met z'n allen vol ervoor gaan. En ja, als team naar voren en voetballen. Ja. En gas erop. Dus dat is alleen maar goed, denk ik. Ik denk dat, dat onze ploeg dat nodig heeft. En ja, dat bevalt ons zeker wel. Kan een trainer dan ook ja, in één week al zijn eigen plan, zijn eigen visie neerleggen, denk je? Ja, goed. Hij heeft ook zijn plan natuurlijk. En ja, dat gaat de komende weken blijken. Ik denk volgende week zaterdag een cruciale pot al gelijk tegen Scheveningen. En ja, die moet gewoon gewonnen worden. En, ja, ik denk dat we met z'n allen moeten doen. Ja. Het mooie was, ik kwam hier net en zeiden, ja, de trainer die was hier op de allereerste maandag al en hij kende iedereen al bij voornaam, bij achternaam. Ja, en je begint te lachen, merkte je dat ook? Ja, dat was wel leuk. Sommigen wisten hij nog niet helemaal, maar ja, de meesten die kenden hij wel, dus dat was wel voor lachen. Het ging een rondje in dat hok, dat zwamhok waar we altijd zitten, een beetje bespreken en zo. En ja, sommige namen die wist hij wel zeker, was wel leuk. Hij heeft zijn huiswerk goed gedaan. Ja, goed gedaan. Goed voorbereid in ieder geval. Ja. Hey, uit wat voor week komen jullie een beetje? Ik kan me best voorstellen dat het rare dagen, weken zijn geweest voor jullie. Ja, sowieso allemaal afwachten natuurlijk wie de nieuwe trainer zou worden. En ja, dan ga je een beetje als team kijken wie wordt het. Dan hoor je een paar namen vallen. En ja, uiteindelijk bleek dat Erik Meijers het is geworden. En ja, dan gaan we ervoor nu. Ja, want het plan is zo snel mogelijk, kan ik me voorstellen. Ja, punten pakken natuurlijk. Dat moeten we. En we moeten het wedstrijd voor wedstrijd gaan bekijken. Ik denk wat ik al zei, zaterdag tegen Scheveningen. En dan, ja, dan moeten we er staan. Dan moeten we er klaar voor zijn. Succes ermee. Lekker vrij weekendje. Ja, dankjewel. Thanks. Yeah.